Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe video. 1, 2, 3, fuck it. Hey, ik film met mijn gsm even, omdat we zijn zo net bij de IKEA kasten gaan afhalen voor de bureau en nieuwe bureautafels en bureaustoel en zo, al die dingen. En we dachten, we gaan ook nog snel hot dogs pakken. Eerst heeft een panini, want Niels is niet zo voor de hot dogs van de IKEA. En bignetjes. Met choco heb ik ook nog voor u meegenomen. Yeah. En ik heb 2 hotdogs. En Niels zit van achter. Ook gaar, hè? Dat is geen plaat daar, hè? Kunnen dan maar eens. Nee, we kunnen niet tussen, hè? Nee. We zijn met mijn auto. Want we dachten, hier kan dat in. En het kan er inderdaad in. Dan kan Niels niet daar zitten. En ik zei, ik zal van achter gaan zitten. Maar hij zegt, nee. Hey man, je weet de weg. Dus nu heb ik zo'n kindje bij van achter. Schattig. Ik vind. Sorry als je er niet tegenkomt als ik met mijn mond op praat, maar dat is dan pech. Maar ik vind het spijtig dat je geen augurken en zo ajuintjes meer op de hotdog kunt doen nu. Want je moet echt doorgeven welke saus je wilt en dat is het enige wat ze erop doen. Maar ja. Ik snap het ook wel. In tijden als deze, ik wou ook nog naar de Maison du Monde gaan voor een gouden spiegel. Maar zoals je ziet, dat gaat nergens meer in geraken. Dus dat gaan we niet doen. We hadden trouwens gewoon click and collect gedaan bij de IKEA. Want het is zaterdag. Het was echt aanschuiven om binnen te geraken. En dan zijn we gewoon moeten gaan afhalen. Slim, hè? Slim, hè? Heel slim. Oké, dit is onze bureau nu. Hier is het bureau van Niels. Ja, tassen staan hier en vuilbak en kastje. Hoi, Muffin ligt hier. Hi, Mups. En dan hebben we hier een wereldkaart, zeteltje en heel rek met jassen. Maar dit gaat dus allemaal veranderen. Oké, alles is binnen. En alles wat hier stond is buiten. We hebben het kastje al daar gezet. Hier het zeteltje, dus let's do this. Dit is onze living momenteel. Echt top. Oh god. Maar ja, oké, we zijn er bijna. We zijn bezig aan kast 2. En die gaan we zonder schapjes doen. En dan ga ik nog 1 bureau ineenzetten die wel kapot is door in de auto te zitten. Maar oké, wie wil make it work? PlayStation. Maar ik moet wel een beetje aankleden allemaal, want ik heb er nu maar even van alles opgezet, maar dat ga ik morgen doen. En dan is dit ons bureau. Ik werk hier. En Niels speelt daar. Dan hebben we hier een kastje met alle papieren, printer. En hier hebben we 2 grote kasten voor al onze jassen. Als de deur toe is, ziet er zo uit. Dat is wel zo'n raar hoekje, maar ja, it's the best we could do, hè.
Dus wel tof, vind ik. Heel veel ruimer ook, precies. Dat is goed, hè? Ja. Tof. Woehoe. Goed job, hè. Wel toch, dat is eigenlijk het terug daar en dat kaasje hier. Ja, dat kan ook nog wel. Dat is eigenlijk niet echt nodig zelfs. Goedemorgen. Onze bureau is af. Het is zondagochtend vandaag. En ik heb net de bureau helemaal afgemaakt, dus ik ga het jullie laten zien. Oké, hier is de deur van het bureau. Dan kom je hier binnen. Hebben we hier een kastje, zeteltje. Het is maar kleine ruimte, hè? Dus we hebben het zo goed mogelijk benut. Een zeteltje, kastje. Hier zitten zo, ja, allemaal spullen in van Niels. Extra dingen en zo. Hebben we hier een New York en een plant en een lichtje voor 's avonds. Hier is Niels zijn spot met zijn PlayStation. Hier ga ik werken. Jij. Twee dezelfde bureaustoelen, twee dezelfde tafels. Je hebt deze trouwens ook aan één stuk bij de IKEA. Maar die hadden ze niet meer in Hasselt. En dan dachten we, dan rijden we naar Luik. Maar eerst gekeken en in Luik hadden ze die ook niet. Dus dan dachten we, oké, dan pakken we er gewoon twee aparte. Was 16 euro. Eigenlijk, dus dat is niet zoveel. Dan hebben we hier iets waar de katjes op kunnen liggen. En hier is het de printer. En de papieren kast, as you can see. Daar zit al mijn kwartaaldingen in en zo. Allemaal van de belastingen, BTW. En dan hebben we hier nog deze quote hangen. We zijn dus echt wel voor strak wit en zwart gegaan. Omdat het toch wel zo, ja, het moet toch wel voor Niels blijven. Maar ik moet hier ook kunnen zitten. Dus ik wou niet zoiets robuust en industrieel doen hier. Maar wel een mix van zwart en wit. Zodat we gewoon allebei een leuke ruimte hebben om te zitten. Daarin heb ik boeken zitten. Dat zijn nog twee lantaarns, maar ik vond die daar wel mooi passen. Er staat nog een tas. Hier hangen twee jassen van Niels. Maar dit zijn dus de kasten met al de jassen in. Eens kijken. Ik zal ze eens open doen voor jullie. Hier hangen al mijn winterjassen. Daar liggen sjaals, daar mutsen en petten. Dat zijn wat Instagram dingen die we nog moeten doen. En daar heb ik een hoed en nog een tas liggen. Voor als ik snel weg wil. En dan in deze kant hangen nog meer van mijn winterjassen. Al mijn zomerjassen hangen boven. En dan drie of vier jassen van Niels. En hier hebben we de extra planken gezet. Want zoals je ziet, komt die kast met zo'n schapjes. Maar aan deze kant wouden we dat niet doen. Dus hier hebben we gewoon eigenlijk de buitenkant van de kast en de achterkant en zo allemaal gebouwd. Maar zonder die schapjes. Maar we hebben het wel bijgehouden als we dat ooit er nog in willen maken. Maar voorlopig niet, want we willen hier echt wel zo schoenen zetten die we gewoon dagelijks snel kunnen pakken. En de andere schoenen staan van Niels boven en van mij in de garage in schoenboxen. Maar dit is dus ons klein bureautje. Jij, ik ben wel heel blij. En ook echt blij met hoe de kleuren zijn. Ook met het zwarte gordijn. Want eerst dacht ik het industrieel te gaan doen. Met een bruin en cognacke zeteltje of zo. Maar dat ging de ruimte veel te klein maken. En veel te mannelijk. Dus dit is wel mooi met wit en zwart. Gewoon ook heel rustig om hier te kunnen werken. En hier ligt Muffin. Muffin, ik heb daar een poefje voor u, hè. Maar toch gaat, gaat ze liever op de stoel liggen. Maar ja, wel tof. I'm happy. Sorry voor mijn face trouwens. Maar het is zondag, hè. Dus sweet chill. En mijn huid chillt ook, want ik doe geen make-up op vandaag. Laat me zeker weten wat jullie van het kantoortje vinden. Allee, kantoortje. Bureautje. Dat is het juiste. Want het is geen kantoor, het is een bureautje. Laat het ons weten. We zijn zeer benieuwd. Hopelijk vinden jullie het ook mooi. En hebben jullie er iets of wat inspiratie uit kunnen halen? Doe zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En dan zien we jullie in de volgende vlog.